De mammoetreplica is het laatst overgebleven tentoonstellingsstuk van het Natuurmuseum in Groningen. Dat museum sloot vorig jaar de deuren en de rest van de collectie is al weg. En nu vertrekt dus ook deze gigant. Een droevig moment voor de medewerkers. 10 jaar werk ik hier. Ik heb hem van de ene ruimte naar de andere getransporteerd. Hij was nog eigenlijk de enige wat overgebleven was van het Natuurmuseum, wat hier in de hal stond. En ja, dagelijks loop je erbij langs en dan ja, kijk je even. En ik heb hier alle jaren dat hij hier gestaan heeft met haar gewerkt. En dit is een afscheidsmoment. Dus daar wou ik bij zijn. Ik heb zoveel kinderen zo gelukkig daarmee gezien, die even op de foto mogen. Ook kinderen die heel hard begonnen te huilen, die hadden iets van, wat is er ook een joekel. Het transport is niet simpel. De mammoet past met een hoogte van bijna 3 meter niet door de deuren. Een deel van de glazen pui is verwijderd om het beest naar buiten te kunnen krijgen. Het takelen moet heel voorzichtig gebeuren, want de replica mag niet beschadigd worden. De mammoet gaat naar het archeologisch centrum in Diever. Daar ga ik zeker even kijken in Diever. Hoe Jan hem opstelt daar in zijn tentoonstelling. En misschien dat nog een beetje hulp nodig heeft om de slachtanden er weer aan te krijgen. Het is nog niet bekend wanneer de mammoet echt wordt geëxposeerd in Drenthe. Ze wordt daar in ieder geval ook weer herenigd met het kalf dat altijd bij haar stond.